staan hier op de eregalerij van het Rijksmuseum, echt het kloppende hart van het museum, waar de grote meesters uit de Nederlandse 17e eeuw worden getoond. Maar we openen nu ook een dépendance op Schiphol, waarbij we een hele mooie selectie Nederlandse 17e eeuwse schilderijen gaan tonen. Het Rijksmuseum komt heel graag naar Schiphol, omdat wij geloven dat we hier een hele grote groep kunstliefhebbers ook bereiken. Ja, met de grote meesters uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Ja, wat ik belangrijk vind, is dat als je even op Schiphol bent en even Rijksmuseum Schiphol binnenloopt, dat je ook het gevoel hebt dat je echt ziet waar die Nederlandse kunst over gaat. En wat ik graag wilde, is echt een mooi overzicht ook van de verschillende genres. Dus portretten, stillevens, landschappen, zeestukken, allemaal bij elkaar. Ja, als we specifiek kijken naar de stukken die geselecteerd zijn, dan gaat het om twee echt prachtige portretten door Van Mierenveld, de grote portretschilder in de stad Delft in de 17e eeuw. Daarnaast tonen we landschappen van bijvoorbeeld Jan van Gooien, het vlakke land waar Nederland zo beroemd om is. Als we ons realiseren dat we op Schiphol onder zeeniveau ons bevinden, ja, iemand als Van Gooien beeldt dat landschap dus zo mooi uit met alle polders. Het Rijksmuseum Schiphol is voor iedereen toegankelijk die achter de paspoortcontrole is. En het aardige is denk ik dat als je op reis gaat, of je komt net terug van een reis, of je bent even tussen twee vluchten in, bij wijze van spreken, is het Rijksmuseum zo'n prachtige plek om heel even te genieten van het mooiste dat er in de Nederlandse 17e eeuw gemaakt is.